In het diepste donker vertelde ik Michel over de gebeurtenissen in de grot en vooral over het vreemde feit dat Harold en ik twee totaal verschillende teksten lazen op de lapis Jeruzalem. Het ergerde vreselijk dat ik er geen heldere verklaring voor kon geven. Michel fluisterde zachtjes. Luister Hugo, misschien zijn de tekst en de afbeeldingen op de lapis gebaseerd op een bekend verschijnsel uit de psychologie, namelijk figuur en achtergrond. Je hebt vast wel eens het bekende plaatje gezien van een zwarte vaas tegen een witte achtergrond. Soms zie je echter niet de vaas, maar de profielen van twee menselijke gezichten. Men zegt daarover dat, afhankelijk van de psychische waarnemingsgesteldheid, een vaas of de profielen gezien worden. Zet dit idee nou eens op Harold en jou. Harold met zijn kwade psyche leest de voor hem bestemde tekst die jij met de goede psyche niet kunt lezen. Jij ziet de tekst van het Saturnus-symbool en de hoopvolle boodschap. Met andere woorden, Harold ziet de profielen van mensen waarvan hij de ziel dient te veroveren en jij de vaas of bokaal van overvloed die in het paradijs te wachten staat. Opnieuw stond ik perplex van Michel. Het moest zo zijn en deze wetenschap gaf mij gelukkig enige rust omtrent de zuiverheid van mijn ziel. Maar hoe kunnen we de wereld nu redden van dit kwaad? Vroeg ik haar. Ja, niet. We kunnen het niet. Het is allemaal voorbestemd en gebaseerd op een voor ons ondoorgrondelijk goddelijk plan. De wereld en de mensheid moeten door deze donkere nacht gaan. En overigens, we zitten gevangen in het kleverige web van de Keltische broeders. Precies de plek waar enge spinnen zitten. Ah, in kelders. Ik sloeg mijn armen om haar heen en kuste haar mond. Ze trok haar gezicht terug. Het was erg koud en vochtig en de sanitaire omstandigheden waarin Harold ons geplaatst had waren ronduit beestachtig. Slechts één keer per dag mochten we van het toilet gebruik maken en alleen 's avonds kregen we een karige maaltijd. In de kamer boven ons was het een drukte van je welste. De grootcommissarissen waren weliswaar weg, maar de mannen in de rode overals leken in aantal vertienvoudigd. Wat ze hier uitvoerden wisten we niet, maar op de avond van 22 december werd het plotseling stil. Ook kregen we die avond geen eten en drinken meer. We schreeuwden om Harold, maar kregen daarop geen respons. Toen het tegen 1 uur 's nachts was en nog steeds doodstil, probeerde ik de zwarte kelderdeur door te rammen. Echter zonder succes. Ze laten ons hier verhongeren, jammerde Michel angstig. Ja, daar lijkt het wel op. Help eens mee. Misschien dat we het met ons beiden lukt om de deur te openen. Samen sprongen we tegen de deur en trapten met onze voeten tegen de dikke planken. Deze gaven geen krimp. Uiteindelijk gaven we het op, kropen dicht tegen elkaar aan en vielen in slaap. Heel vroeg in de ochtend ging onverwachts de kelderdeur open en twee van Harold's mannen renden de trap af, grepen zonder een woord te zeggen Michel beet, sleepte haar mee naar boven. Hugo, Hugo, help me, help me! Ze gilde en trapte wild van zich af. Ik strompelde achter Michel aan en wilde de mannen te lijf gaan. Nog voor ik hen kon bereiken, werd de kelderdeur met een harde klap dichtgesmeten. In paniek sloeg ik met mijn gebonden handen op het hout van de deur. Ik schreeuwde en trapte tegen de planken. Uiteindelijk gaf ik het op en ging languit op de keldervloer liggen. Voor het eerst was ik bang. Ik kon haar niet helpen, voelde me radeloos en maakte me vreselijk zorgen om haar. De FVC zou geen risico met ons willen nemen en ik vreesde voor het leven van Michel. En zo verstreek voor mij de 23e december in grote zorg en eenzaamheid. Ik had dorst en mijn tong was opgezwollen. Urenlang piekerde ik over de ontstane situatie.